De wetenschappelijke revolutie is in andere video's van Tijdvak 6 ook al een aantal keer genoemd, maar nu gaan we er eens echt naar kijken. En om dat even te benadrukken, is het kenmerkend aspect heel erg gemakkelijk, dat is namelijk ook de wetenschappelijke revolutie. Nou, veel makkelijker kan het niet zijn, toch? We gaan het hebben over iets cultureels dus, want we hebben met de wetenschap te maken. En eerst maar even dat woordje wetenschap erbij pakken, wat was dat ook alweer? Wetenschap is het opdoen van kennis of theorie op basis van experimenten, waarneming en gebruik van het verstand. En we zagen al dat de basis van die moderne wetenschap gelegd werd in die tijd van de Grieken en de Romeinen door die Griekse filosofen, dat daar door die humanisten uit die renaissance uiteindelijk op voortgeborduurd werd, en nu gaan we dus weer een stap zetten in de 17e eeuw. Want tot de 17e eeuw waren er toch een aantal belemmeringen voor de wetenschap. Ten eerste waren dat die oude Griekse filosofen, zoals Plato, Socrates en Aristoteles die je hier ziet, maar ze zijn nog veel meer natuurlijk. Zij werden gezien als dé autoriteiten, daar twijfelde je niet aan. En de humanisten begonnen al wel steeds meer die teksten van die oude Grieken en die Romeinen te becommentariëren en dergelijke, maar toch bleef bij veel mensen het geloof bestaan dat die oude Grieken het sowieso bij het rechte eind hadden. Ja, en als je daarvan uitgaat, dan kom je natuurlijk zelf niet met nieuwe ideeën. Dus dat vertrouwen in die autoriteiten, in die Griekse filosofen, dat moest worden losgelaten. En daarnaast zagen we ook dat de kerk er een erg behoudende visie op nahield. Als jij als onderzoeker iets publiceerde dat in strijd was met de Bijbel, in strijd was met de visie van de katholieke kerk, dan was de kans groot dat je daarvoor opgepakt werd door die inquisitie, dat je dan misschien wel op de brandstapel terecht kwam, zoals je hier ziet. Nou, in de 17e eeuw gaat dat langzamerhand veranderen. Niet omdat de wetenschappers nou niet meer in God geloven, niet meer christelijk zijn. Nee, zij willen juist Gods schepping echt zelf gaan onderzoeken. Zij willen door middel van de wetenschap aantonen hoe goed God die wereld gemaakt heeft. En de aanzet ervoor zagen we dus al bij het humanisme van die renaissance, tijdvak 5. Wat deed die humanist ook alweer? Dat waren die geleerden die heel kritisch naar die oude teksten gingen kijken, ze met nieuwere versies gingen vergelijken om zo tot de juiste versie te komen. En twee kenmerken van het humanisme waren dus die kritische denkhouding en die nieuwsgierigheid. Als universele mens moest je overal belangstelling voor hebben, vonden die humanisten. Nou, deze twee zaken, die typeren dus het humanisme. Maar dat is de 16e eeuw, nu komen we in de 17e eeuw terecht. Wat maakt dan dat het humanisme overgaat in een wetenschappelijke revolutie? Nou, er wordt iets aan toegevoegd. Namelijk een systematische beoefening van de wetenschap. Uiteindelijk leidde die tot een soort van afspraken, zou je kunnen zeggen, over hoe iedere moderne wetenschapper zijn vak moet beoefenen. En die afspraken gelden in zekere zin nog steeds. Wat is dat systematische beoefening? Nou, dat betekent dat je zelf ging onderzoeken, zelf ging kijken hoe iets in elkaar zat. Als je het heelal wilde onderzoeken, dan keek je niet langer alleen maar in de boeken, maar dan keek je juist omhoog. Dan keek je de hemel in, dan keek je naar de planeten, naar de sterren, dan ging je kijken wat er gebeurde. Je ging dus observeren. Als je iets wilde weten over het menselijk lichaam, dan keek je ook niet meer alleen in de boeken. Nee, dan pakte je er een menselijk lichaam bij en dan sneed je dat open en dan liet je zien hoe het in elkaar zat. Observatie dus. En wat je ook kon doen was natuurlijk zelf gaan experimenteren. Zelf ervaren hoe iets was. En die ervaring, dat is de empirie. Hier zie je bijvoorbeeld een schets van een proef waarbij de omstandigheden van lucht en water worden getest. Simpelweg proefondervindelijk, empirisch dus, erachter komen hoe iets in elkaar zit. En als je dus goed keek en goede proeven deed en daar ook nog eens logisch over nadacht, ja, dan was je met een systematische manier van wetenschap bedrijven bezig. En die drie zaken, die kritische houding, want je moet niet zomaar alles aannemen, je moet heel kritisch zijn. Die nieuwsgierige houding, want je moet nieuwe dingen willen weten. En die systematische beoefening, die drie zaken samen, die zorgen eigenlijk voor die wetenschappelijke revolutie. Dit zijn de drie basisingrediënten voor goede wetenschap, nu nog steeds. Nou, en in die 17e eeuw zien we dat er een aantal zaken zijn die de doorbraak van de wetenschap, de doorbraak van het wetenschappelijk denken ook stimuleren. Ten eerste komen er allerlei instrumenten op de markt die het onderzoek vergemakkelijken. Hier zien we bijvoorbeeld het eerste microscoop. En dat lijkt totaal niet op hetgeen zoals wij het nu kennen, maar deze microscoop, bedacht door de Nederlander Antonie van Leeuwenhoek, denk weer terug aan die gouden eeuw van die republiek, die zorgde er wel voor dat er nu voor het eerst bacteriën en dergelijke konden worden gezien. Men kon dus echt gaan observeren op het kleinste microniveau. Ja, en zo werden natuurlijk nog veel meer instrumenten uitgevonden die het wetenschappelijk onderzoek bevorderden. Wat het onderzoek ook bevorderde was de communicatie die toenam tussen de verschillende wetenschappers en dat gebeurde door zogenaamde wetenschappelijke tijdschriften.
Daarin werden nieuwe ontdekkingen en nieuwe proeven en experimenten beschreven. En zo konden anderen in andere landen daar ook weer kennis van nemen en er weer op verder gaan, er commentaar op geven. En als laatste iets dat we ook al zagen toen we het hadden over die Lodewijk de XIV en zijn absolutisme. Die richtte namelijk een wetenschappelijke academie op. En hij was niet de enige die dat deed. Ook in andere landen, zoals bijvoorbeeld Engeland en in Pruisen, zag je wetenschappelijke academies komen. Daar werden de beste wetenschappers bij elkaar gezet en die werden gesteund en gestimuleerd om met elkaar nieuwe ontdekkingen te doen. En hierdoor werden er uiteindelijk ook grote wetenschappelijke ontdekkingen gedaan. Die gingen over de natuurkunde, over de biologie, over de geneeskunde, over van alles en nog wat. Er was echt sprake van een wetenschappelijke doorbraak, een revolutie dus, in die 17e eeuw. Die wetenschappers kwamen erachter dat Gods schepping aan prachtige natuurwetten bleek te voldoen.